Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Kies nu voor een zorgverzekering bij Zilveren Kruis en krijg tot 17% korting. Dit is Nieuwe Oogst TV met agrarisch nieuws in beeld met vandaag de volgende onderwerpen. Pluimveehouders moeten extra waakzaam zijn, telers hebben moeite schoon te telen en Nederland voorzitter van de Europese Unie. Pluimveehouders moeten vanwege vogelgriep extra waakzaam zijn. De komst van het koude weer heeft invloed op de trekroutes van onder meer watervogels. In Frankrijk heerst vogelgriep op meerdere pluimveebedrijven. Deskundigen achten het besmettingsrisico in Nederland momenteel laag. Er zijn geen handelscontacten tussen de getroffen regio en ons land. Voorzitter Erik Hubers van NOP LTO Pluimveehouderij roept de achterban op extra waakzaam en alert te zijn. Telers hebben steeds meer moeite om hun producten schoon te telen. Dat zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. Daarom zetten ze vol in om dat snel onder de knie te krijgen. Verder vindt Van Ruiten het een mooi resultaat dat er inmiddels 11 gewascoöperaties zijn opgericht. Trends zijn daarnaast onder meer verdergaande verduurzaming. Dat blijkt ook uit programma De Kas als Energiebron. Daarmee zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet. Nederland is dit half jaar voorzitter van de Europese Unie. Ons land vraagt in die periode onder meer aandacht voor een simpeler gemeenschappelijk landbouwbeleid. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken leidt de vergaderingen van de Europese Landbouwraad. Hij vraagt daarin ook aandacht voor een gelijk speelveld. Net als een goede aansluiting van de regelgeving bij de praktijk. Als voorzitter moet Van Dam bemiddelen tussen de 28 lidstaten van de Europese Unie. Wakkerdier moet de Nederlandse landbouw knuffelen. Dat vindt VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders. Bij Akkerwijzer meldt ze dat het kabinet zich laat aanmeten dat het slecht is gesteld met de Nederlandse landbouw. Het beleid richt zich bovendien te vaak op nog diervriendelijke manier van produceren. Volgens Lodders worden de Nederlandse boeren daarmee op achterstand gezet, omdat de kostprijs hoger wordt. Lodders hoopt dat Nederland als voorzitter van de Europese Unie de landbouw het komende half jaar leidend laat zijn. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Kies nu voor een zorgverzekering bij Zilveren Kruis en krijg tot 17% korting.